Tijdens een recent optreden van Lil Kleine is er op Dumpert een video opgedoken waarin te zien is hoe de rapper plotseling de tekst van zijn eigen nummer vergeet en incoherent wordt. Volgens bronnen heeft hij mogelijk te diep in het glaasje gekeken, wat zijn prestaties op het podium duidelijk heeft beïnvloed. De video toont Lil Kleine op het podium terwijl hij een van zijn nummers zingt. Midden in het nummer komt hij abrupt tot stilstand en begint vervolgens onsamenhangend te praten. De beelden hebben bij kijkers voor verbazing gezorgd. Sommigen reageren met ongeloof op zijn gedrag, zijn financiën zijn bijna uitgeput, eindelijk krijgt hij een boeking en dan vertoont hij dit gedrag. Wat een gebrek aan verantwoordelijkheid, merkt een persoon op in de reacties onder de video. Velen begrijpen niet waarom er nog steeds mensen zijn die naar zijn optredens gaan. Een kijker deelt, zelfs als het de laatste plek op aarde was waar ik bier kon krijgen, zou ik niet vrijwillig naar een optreden van deze artiest gaan. De recente beschuldigingen van zijn ex-partner Jamie Vaas hebben daadwerkelijk aanzienlijke gevolgen gehad voor Lil Kleine. Opeenvolgende juridische procedures hebben geleid tot het verlies van zakelijke kansen en steun van diverse partijen. Zijn platenmaatschappij heeft het contract verbroken en talloze geplande optredens zijn geannuleerd. Deze situatie heeft een grote financiële impact gehad op Lil Kleine. Volgens het weekblad Party heeft zijn persoonlijke vermogen aanzienlijke verliezen geleden. Enkele jaren geleden werd het eigen vermogen van zijn bedrijf, Kleine Moeite BV, geschat op ongeveer 70.000 euro. Echter, volgens recente cijfers is dit bedrag gedaald tot slechts 31.970 euro. Dit betekent dat de rapper in korte tijd meer dan 667.000 euro aan vermogen heeft verloren.